Elk isolatiemateriaal heeft zijn specifieke eigenschappen, waardoor hij in bepaalde situaties beter of minder geschikt is dan andere materialen. In deze video ga ik uitzoeken wat de eigenschappen van houtvezelisolatie zijn, wat het unieke selling point ervan is en welke milieu- en gezondheidsaspecten eraan verbonden zijn. Houtvezelisolatie wordt gemaakt uit de restanten van houtproductie, zoals voor bouwhout of andere bouwproducten. Meestal wordt naaldhout gebruikt, zoals genen of vuren. Er zijn twee productieprocessen voor houtvezelisolatie, droog en nat. In het droge proces worden de vezels met lijm samengebonden, waarbij het lijmgehalte, afhankelijk van de dikte en specifieke processen, tot 15% kan bedragen. Bij het natte proces worden de vezels samengeperst met het eigen hars, waardoor het gehalte aan niet-natuurlijke stoffen aanzienlijk lager blijft, meestal tussen de 2 en 5%. Houtvezels worden verwerkt tot drie soorten isolatiemateriaal. We hebben drukvaste isolatieplaten, de wat hardere platen. Dan hebben we flexibele isolatiematten, die kunnen goed samengedrukt worden en zijn wat losser. En dan hebben we losse houtvezels die gebruikt kunnen worden voor inblaasisolatie. Vanwege de verschillende brandwerende eigenschappen van deze producten varieert ook de benodigde hoeveelheid brandvertragende middelen. Bij flexibele matten en inblaasisolatie worden 5 tot 10% minerale brandvertragers toegevoegd, terwijl drukvaste isolatieplaten van nature minder brandbaar zijn en daarom ook minder of geen extra brandvertragers nodig hebben. Andere toegevoegde middelen kunnen hydrofoberende stoffen zijn om de vochtopname te verminderen, maar ook latex om bijvoorbeeld onderdakplaten waterdichter te maken. Het gehalte van deze stoffen in de meeste producten is over het algemeen niet erg hoog. Houtvezelisolatie is in principe recyclebaar, maar het moet dan wel goed en zonder vervuiling en zonder schade gedemonteerd kunnen worden. En dat gebeurt op dit moment nog niet zo vaak, alleen in uitzonderlijke gevallen. Hoewel houtvezelisolatie in principe ook composteerbaar is, is dit niet altijd mogelijk vanwege de toegevoegde lijm en de brandvertragers. Compostering is dus beperkt tot gevallen zonder deze toevoegingen. Verbranding is de meest voorkomende optie voor het ontzorgen van de isolatie op dit moment. Houtvezelisolatie is een gezonde keuze voor bouwprojecten omdat het geen emissies van vluchtige organische stoffen en formaldehyde heeft. Het enige aandachtspunt bij flexibele matten en losse vezels zijn de brandvertragers. De meeste leveranciers gebruiken ammoniumzouten of aluminiumfosfaat. Hiervan zijn de gezondheidseffecten nog niet volledig onderzocht. En hoewel deze middelen minder schadelijk lijken dan boorzuur, is het toch aan te raden om de concentratie ervan in de woning zo laag mogelijk te houden. Het kan zijn dat sommige producenten nog boorzuurproducten gebruiken en boorzuur wordt als reprotoxisch beschouwd. En dat betekent dat het schadelijk kan zijn voor de vruchtbaarheid en het ongeboren kind. Het is daarom verstandig om bij de keuze van producten te kiezen voor leveranciers die alternatieve brandvertragers gebruiken. Het Nederlands Instituut voor Bouwecologie en Ecologie NIBE gebruikt milieuclassificaties om de milieubelasting van bouwproducten te beoordelen en te vergelijken. De onderzoekers maken gebruik van een levenscyclusanalyse om de impact van materialen en producten gedurende hun hele levenscyclus te analyseren. Hierbij wordt niet alleen de productiefase, maar ook transportstromen en de effecten van sloop en eventueel hergebruik meegenomen. De milieuklasseindeling van NIBE loopt van 1 tot en met 7. Daarbij hanteren ze de volgende indeling. Als we naar deze lijst kijken, dan zien we eigenlijk dat 1 tot en met 3 redelijk goed zijn. Vanaf 4 ga je al een beetje dat je zegt, nou het kan nog wel, maar eigenlijk zou je wel iets anders willen. En vanaf 5, 6, 7 ga je dan de kant op dat je zegt, nou dat is niet meer aan te raden om dat te doen. Flexibele houtvezelisolatie wordt door NIBE ingedeeld in milieuklasse 2A en daarmee is het nog steeds een goede keuze. De drukvaste isolatieplaten worden ingedeeld in klasse 1A en daarmee zitten ze in de categorie beste keuze. Als we naar de eigenschappen kijken, dan zien we dat de lambda-waarde met 0,038 tot 0,04 vergelijkbaar is met wat we bij vlaswol gezien hebben. Maar het is nog steeds een klein beetje lager dan de hoogwaardigere isolatiematerialen zoals PIR. En dat betekent dat de dikte die ik nodig heb om een RC-waarde van 3,5 te bereiken ongeveer 14 centimeter bedraagt
iets naar boven afgerond. Als we kijken naar de massa, dan zien we hier een hele grote spreiding. En dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk verschillende producten hebben. We hebben losse vezels en we hebben flexibele matten. Die hebben wat minder massa. Maar de drukvaste platen die zijn wat compacter en hebben daardoor ook een hogere massa. Hierdoor is de warmteopslagcapaciteit van houtvezelisolatie ook een stuk hoger dan bijvoorbeeld vlaswolisolatie of andere producten. En dat resulteert in een hele hoge faseverschuiving. En we zien hier bij harde isolatieplaten een faseverschuiving tot wel 9,3 uur. Terwijl de wat flexibelere isolatiematerialen, die zitten rond de 5 uur faseverschuiving. Als we kijken naar de damptoelatendheid, nou ja, ook deze isolatie is gewoon dampopen en moet in bepaalde situaties wel beschermd worden met dampremmende lagen of in ieder geval ingebouwd worden in een volledig dampopen constructie. Als we kijken naar de capillaire werkzaamheid van deze isolatie, dan zien we twee verschillende beelden. Aan de ene kant de flexibele matten, die zijn niet capillair werkzaam. Maar als we kijken naar de drukvaste platen, dan zijn die wel capillair werkzaam. En daarmee ook geschikt voor binnengevelisolatie met een dampopen systeem. De brandklasse van houtvezelisolatie is een stuk slechter dan vlaswolisolatie. We zien hier dat deze isolatiematerialen ingedeeld worden in de brandklasse D of E. Hierbij moeten we wel in ons achterhoofd houden dat de brandwerendheid van een constructie altijd bepaald wordt voor het hele pakket. Houtvezelisolatie is een veelzijdig materiaal met specifieke producten voor bijna elke toepassing op de markt. Zo zijn er flexibele matten als alternatief voor mineralen wol, drukvaste isolatieplaten voor muur- of dakisolatie, maar ook inblaasvlokken voor holle ruimtes en zoldervloeren. Met een beetje zoeken vind je producten met een zeer hoog aantal vernieuwbare grondstoffen, waarbij sommige isolatieproducten voor 95 ofwel 98% uit hout bestaan. Wanneer we verschillende soorten isolatie vergelijken, springen met name de harde isolatieplaten positief eruit. Ondanks dat ze over het algemeen een iets lagere lambda-waarde hebben dan flexibele matten, hebben ze drie grote voordelen die ze onderscheiden van de meeste andere isolatiematerialen. Om te beginnen heeft harde houtvezelisolatie een hoge faseverschuiving in de zomerse situatie. Door de grotere massa duurt het bij een RC-waarde van 3,5 gemiddeld 8 tot 9 uur voordat de hitte in de zomer naar binnen door kan dringen. Dit behoort daarmee tot de hoogste waarde bij isolatiematerialen. Verder zijn de harde isolatieplaten van houtvezelisolatie ook capillair werkzaam en dat betekent dat de vezels in staat zijn om vloeibaar water door middel van capillaire zuiging door de plaat heen te transporteren. Hierdoor zijn de platen uitermate geschikt voor dampopen gevelisolatie aan de binnenzijde van de gevel. De werkwijze en de principes hierachter zal ik in een andere video uitleggen. Verder valt op dat de platen, de drukvaste platen, met een zeer hoog aandeel aan vernieuwbare grondstoffen gemaakt kunnen worden. Waarbij de flexibele matten over het algemeen iets minder gunstig zijn. Daar heb je nog extra aanvullende dingen zoals lijm en brandvertragende middelen nodig. Ben je op zoek naar een goed alternatief voor glaswolisolatie? In deze video kun je zien of niet vlasisolatie misschien een goede optie voor jou is.